Yo, wat up gasten en welkom bij een nieuwe Banjo Movie op deze prachtige zondag. En natuurlijk zullen er direct heel veel mensen zijn die denken: Bardo, het is zondag, waarom doe je geen 10 dons vandaag? Simpel, omdat de 10 dons niet eindeloos zijn en ze raken een keer op. Ik heb er nog 1 of 2 klaar liggen, maar die komen nog online. Maar gisteren was de Dutch YouTube Gathering. En de Dutch YouTube Gathering is oprecht geweldig om te zijn. Ik bedoel, kijk naar deze beelden. Ik zweer het je, het was zo'n drukke, warme, gezellige en ook een hele benauwde dag met zo ongelooflijk veel mensen. Nee, maar de gathering was zo ongelooflijk gezellig met zo ongelooflijk veel mensen. Ik heb gewoon van 10 tot 1 uur alleen maar handtekeningen en foto's te uitdelen. Daarna van 1 tot 2 met heel veel mensen in de Banjo Movies Hall gechilled. Waarna we nog een keer een Banjo Town Hall hadden. En toen kwam het moment ook dat mensen naar me toe kwamen en zeiden: Bardo, jij mag een podium act verzinnen. Wat wil je doen? Dus ik zei: ik pak al mijn vrienden van Banjo Town. Wij gaan samen 1 grote act doen op het podium. En ik geloof mij, het was complete chaos. Wat wel cool was, was dat we op het podium ook heel veel posters hebben uitgedeeld met onze bakkers erop van Banjo Town. En we hadden vervolgens ook nog een keer 10.000 Banjo Movies en Town stickers die we allemaal hebben uitgedeeld op de gathering. Hoe vet was dat? En die kwamen ook serieus op allemaal plekken terecht. Moet je kijken naar al deze foto's. Het is zo vet om te zien hoe ver die stickers komen. Ik zag ook nog 1 poster op het station liggen ergens. En ik zag nog dat mensen met de Banjo Movie sticker lol hadden geschreven op een muur. En er was ook een poster van Banjo Movies. En dat was wel een beetje een dingetje. Want wat zou er moeten op een poster van Banjo Movies? Ik bedoel, het is een poster van mezelf. Dat is heel lullig. Ik vind een poster van mezelf drukken niet leuk. Dus ik zat een beetje bij mezelf te denken van: oké, wat moet er dan op de poster gaan komen? En ik heb gekozen voor het meest overdreven, het meest vette wat er maar bestond in mijn ogen. En dat was, dames en heren, bam! Een explosie van Banjo Movies. Ik bedoel, kom op, als je een poster laat drukken van jezelf, doe het dan veel te vet! En we hebben bijna alle posters weggegeven, want sommige posters, nou ja, die waren beschadigd zoals deze, of er was wat anders mis mee. Alleen, nu heb ik dus heel veel posters over en ik dacht bij mezelf: waarom maak ik niet in deze Banjo Movie mijn hele kamer naar de tering met posters van mezelf en Banjo Town? Is dat leuk? Ja, ik hoop het, want ik ga het nu doen. Ja, welkom terug hier op mijn kamer nu in één keer, die je nu niet meer kan zien door alle posters die zijn opgehangen. Moet je eens zien hoe erg dit is. Alles, dan ook alles is ondergeplakt. Zelfs daar bij het licht is alles ondergeplakt, dat is ondergeplakt. Oh mijn god, ik heb nog nooit zo vaak mijn eigen hoofd op een muur gezien. Wat verschrikkelijk. Er is ook nergens waar je kan kijken waar mijn kop of Banjo niet staat. Alles van de hele fucking kamer tot aan de grond is ondergeplakt met motherfucking posters. Mijn leven is nu zo de hel vannacht. Kijk, en daar, dames en heren, ik wijs nu naar de deur, hè. Ik wijs naar de deur. Zie jij een deur? Ik zie ook geen deur. En het was ook al bijna fout gegaan. Moet je dit eens horen. Look at the Tata going. Oh, nee, niet doen. Waag het. Ja, omdat ik aan het drukken ben. God. Nu moet ik wel zeggen dat ik veel te lang bezig ben geweest met deze video. Ik zit echt wauw. Nou jongens, ik hoop dat jullie dit leuk vonden. Mijn hele kamer onder de posters geplakt. Ik kan hier dus vanavond echt niet meer uit. Maakt me eigenlijk ook helemaal niet uit. Want ik wou vanavond toch thuis blijven. Maar toch. Ja, ze moeten een keer opgeruimd worden. Dit is een grap. Daarnaast is het ook zo dat het enige wat ik kan zien is mijn bed en mijn computer. Voor de rest kan ik helemaal niks zien of niks doen of niks beleven. Want mijn kast, lieve mensen, zit hier zo achter. Ja, achter dit blok, hieronder, zit mijn kast. Maar dat gaan we niet kijken, want dat mag niet. Dat is vals spelen. Doen we niet aan. Nou jongens, bedankt voor het kijken naar deze spiksplinternieuwe Banjo Movie. Hopelijk vond je hem leuk. Geef vooral een blauw duimpje, alles is blauw om me heen. Dus geef een blauw duimpje, abonneer je beneden. En stuur deze video ook vooral door naar al je vrienden. Laat me ook weten, moet ik ooit in mijn leven weer Banjo posters laten drukken? En laat me vooral weten wat een leuke Banjolo actie zou kunnen zijn voor de volgende keer. Wie weet doen we dan de volgende keer wel weer een zo'n Banjolo actie als dit. Bedankt voor het kijken en het delen met al je vrienden. En ik check jullie later. Banjo!
Ik heb een heel gaaf, een hele dikke auto. Niet jouw Ik heb een heel gaaf, een hele dikke auto. Ik heb een heel gaaf, een hele dikke auto. Ik heb een heel gaaf, een hele dikke auto. Ik heb een heel gaaf, een hele dikke auto. Ik heb een heel gaaf, een hele dikke auto. Ik heb een heel gaaf, een hele dikke auto. Ik heb een heel gaaf, een hele dikke auto. Ik heb een heel gaaf, een hele dikke auto. Ik heb een heel gaaf, een hele dikke auto. Ik heb een heel gaaf, een hele dikke auto. Ik heb een heel gaaf, een hele dikke auto. Ik heb een heel gaaf, een hele dikke auto. Ik heb een heel gaaf, een hele dikke auto. Ik heb een heel gaaf, een hele dikke auto. Ik heb een heel gaaf, een hele dikke auto. Ik heb een heel gaaf, een hele dikke au